Vandaag in deze aflevering van The Punch hebben we alles op het gebied van het evenement Boxing Influencers op 15 februari in Almere. Dus hier aan tafel hebben we Eskimo tegen Joey Bravo. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The Punch. En deze keer een bijzondere uitzending, want alles staat in het teken van boxing influencers. Dat betekent ook dat we een aantal influencers hier aan tafel hebben. Dus het is een iets andere uitzending, maar niettemin net zo gezellig. Aan tafel heb ik namelijk mijn tafelheer die mij gaat assisteren. De enige echte Lexus. Welkom. Welkom, dank je wel. Leuk dat je hier aan tafel gaat zitten. Wat heb jij met ringsporten? Wat heb ik met ringsporten? Nou, sinds 2 maanden geleden ben ik ook professioneel bokser. Ik ga meedoen met het gevecht op 15 februari. Ja. Ik ben kaart aan het trainen. Ik heb hoge bloeddruk, ik heb suikerziekte. Dus eigenlijk ben ik niet eens op zoek naar een tegenstander. Maar ik ben zelf de tegenstander en ik moet gewoon van al die ziektes af. Ja, nou ja, wel heel goed dat je zo op deze manier dan met jezelf bezig bent. Zeker. Naast jou iemand die zeg maar de klappen van de zweep kent als het gaat over ringsporten. Dennis Iepema, ook trainer van Lexus. Mijn persoonlijke trainer. Wat vind jij van het hele boxing influencers, als je in eerste instantie zo kijkt? Dat mensen die ongetraind eigenlijk zich toch gaan wagen aan zo'n uitdaging? Ja, ik heb sowieso respect ervoor natuurlijk, want het is allemaal nieuw voor hun, voor de meesten. Dus sowieso respect voor mensen die sowieso de ring instappen, dat is één ding wat zeker is. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog onze derde gast vandaag, de man die altijd weer voor een hoop opschudding verzorgt en altijd heel duidelijk weet wat hij wil in het leven. Joey Bravo. Yes. Ja, welkom. Man. Welkom, dankjewel. Hey, leuk dat je er bent. Mm. Want mensen kennen jou natuurlijk van de prankvideo's met onder andere Frenchy B, Armo, Snapking. Dan praat je echt over waar het gros van het publiek je over kent. Maar je bent eigenlijk ook een liefhebber van vechtsport. Ja, ik heb dus nu sinds 3 maanden ben ik bezig met het voorbereiden van een partij. Ik was begonnen toen ik nog geen tegenstander had en ik vond dat heel snel mijn draai zeg maar, in het boksen. En het is een sport die ik altijd zal blijven doen, zelfs na mijn gevecht, voor mijn gevecht. Tot whenever. Ik wil het wel gewoon erin houden, daar ben ik wel van uit. Had je altijd al getraind met een beetje kickboksen en zo? Nou ja, ik heb vroeger, dan praat ik over 4, 5 jaar geleden, heb ik 3 jaar lang getaiboxd ongeveer. Ik vind het leuk. Ik merk ook dat mijn lichaam op een andere manier aan het groeien is dan met fitness. Dus ik vind het positief. Ineens ben je echt fit aan het worden? Ja, ik ben ineens echt fit aan het worden. Want je dacht dat je wat kon, hè? Dat hebben heel veel mensen die toch vanuit krachttraining komen en denken van ik kan wel wat. Ja. En dan word je in één keer klaargestoomd door jongens uit de ringsporten. Ja, ik weet nog, ik moest een keertje op de loopband. In het begin moest ik 5 minuten joggen op 8. En dat kon ik gewoon niet. En nu ren ik 45 minuten lang gewoon op 10 en dan gewoon één tempo door. Dus ik merk wel echt dat ik echt een conditieverschil heb. En dat vind ik wel echt vet. Heel leuk, we komen straks even terug bij jou even op waarom je vandaag hier te gast bent. Laten we even kijken naar onze tafelheer Lexus. Laten we even kijken naar wie is Lexus eigenlijk? Ik ben Lex de Daan, ik ben Papi Lex, ik ben Mr. Mavalicious. Ik kan je schetsen net als JJ, Glock 19, je zal spelen is de AK. Mavalicious, wat praten we over? Schepper heeft mij een opdracht gegeven en dat is mensen gelukkig proberen te maken. En show ook even love naar Lexus voor dit boys. Ik moet deze jongen eventjes in het zonnetje plaatsen. Nadat ik heb gezien dat hij letterlijk werd mishandeld door meerdere personen. Show love. Ja, Lexus. De man die zich toch ook wel bezighoudt met de problematiek in de maatschappij. Ja, zo wil ik het niet noemen. Maar als ik zie dat iemand onrecht wordt aangedaan, dan probeer ik wat voor diegene te doen natuurlijk. Ja. Zo behoren we met elkaar om te gaan. Daar hoef ik geen schouderklopje voor te hebben. Nee. Hey, wat is het voor jou dat je het leuk vindt om voor camera dingen te doen? Want je bent ook op jouw manier natuurlijk uniek in hoe jij met bepaalde onderwerpen omgaat. In principe, ja, ik zoek die camera eigenlijk niet op. Ik vind van als ik bepaalde dingen zou belichten en als ik jullie zou zeggen dat ik het zou doen, dan zou niemand me geloven. Dus daarom zet ik het op het beeld, zodat mensen kunnen zien van, hey, zo kunnen we ook met elkaar omgaan. En als ik het kan, waarom zouden jullie het dan niet kunnen doen of willen doen? Ik denk dat we gewoon echt daadwerkelijk moeten samenleven in deze samenleving. En ik vind van dat ik geen 10.000 euro in mijn zak kan hebben en mijn buurman heeft niets om te eten. Dus dat stoort mij enorm dan. Hey, wat doe jij in het dagelijks leven, zeg maar? Dat is een hele goede vraag. Wat doe ik niet? Ik ben vader, ik ben vlogger, ik ben rapper, ik speel films. Hele mikmak. Eigenlijk ben je gewoon een beetje een commerciële slet. Mag je het zo wat noemen? Ja. Beter kun je niet worden. Nee, maar dat is toch... Nee, maar dat is gewoon waar. Dat is toch die hossel. En je vindt het ook leuk. Want volgens mij ben je er ook goed in wat je doet. Zeker. Huh?
Mag niet klagen. Want je zegt, hè, iedereen is erg met zichzelf bezig. Het is natuurlijk het beeld dat we hebben met social media. Hè, is ook de digitale van wat stralen we uit. Als we het dan over onze gast hebben. Als jij een beetje het leven uitstraalt voor heel veel mensen. Heel veel jongeren kijken natuurlijk ook tegen jou op. Ben jij een vlogger? Ben je een rapper? Hoe moet ik Joey Bravo zien? Ja, ik ben gewoon een influencer eigenlijk die alles doet. Dus ja. Zeg maar, waar ik mijn focus op leg op dat moment ben ik dat gewoon fit. Op dit moment vind ik mezelf een bokser, omdat ik alleen maar met boksen bezig ben. Ja. En na het boksen gebeuren ga ik me volop focussen op muziek en dan ga ik de artiestenleven induiken. Sorry dat ik je onderbreek, Joey. Is alles echt? Wat is het? Gewoon je hele lifestyle, je horloge. Alles je mag mijn horloge niet checken als je wilt. Ja, ik ben geen Rolex specialist. Ik ben een Rolex specialist hier. Kijk maar, man. Oké, okay, hij ziet er wel mooi, hij glimt wel, weet je. Dit is ook, ja. Maar waarom word je dan zoveel geassocieerd met neppe dingen dan? Wat voor neppe vlogs, fake pranks. Oh, de afgelopen zomer was ik dus die Apollo Armo. We waren een beetje op onze fake tour. Maar dat was echt alleen maar voor trollings en clout. Ja. Okay. Ik vind het wel kut om te zeggen, je bent wel een van de meest gehate influencers. En nu boxers ook. Van heel Nederland. Dus voor jou staat er wel veel op het spel, man. Als jij verliest, die memes wat Anouar Fines over jou gaat maken, broer. Dat gaat niet gebeuren, man. Dat is ook voor mij om in Nederland te laten zien dat je met hard work alles kan halen wat je wilt. Laten we ons heel even kijken naar wie is Joey Bravo. Hou erop afstand, ik loef niet. Kijk naar de patas, ik loef niet. Geen dikke akka, ik loef niet. Het is een prank, weet je dat nog niet? Again and again, ah. Again and again, ah. Again and again, ah. Joey Bravo. Nou, dat zijn filmpjes met de flashing life, mooie auto's, dure kleding. Ben jij bewust wat een impact dat kan hebben op de jeugd? Ja, ja, tuurlijk. Maar ik breng er ook altijd een boodschap bij, snap je? Ik kom ook zeg maar van een moeilijke periode vroeger dan. Ja? En ik geloof gewoon erin als jij je droom achterna gaat, je alles kan bereiken wat je wilt. Ik heb wel even nog een vraag voor jou, Joey Brown, want ik vind je sowieso een interessant persoon. Ik zeg je eerlijk, in het begin mocht ik je niet. Zeg ik je gewoon streden op je gezicht, je weet toch, broer? Wederzijds, man, broer. Okay. Maar mijn vraag was naar jou, was als je jezelf moest beschrijven, wie is dan Joey Bravo? Want als ik dat ga vragen op internet, dan krijg ik een hele waslijst aan fake dit, fake dat, sukkel dit, papa's kindje. Maar wie ben jij voor jouw gevoel? Kijk, mensen die mij echt kennen weten. Dat, zeg maar, ik heb een cirkel en ik heb zeg maar een vriendengroep. En als je zeg maar, in mijn vriendengroep ziet, leer je een heel andere Joey Bravo kennen. Ik sta altijd klaar voor mijn vrienden, mijn vrienden zijn altijd klaar voor mij. Er is gewoon altijd een vraagteken boven mijn naam. Maar ik weet dat als mensen me echt leren kennen, dat ik niet de persoon ben die mensen denken dat ik ben. Ja, bro, ik heb het gevoel dat je de positieve kant van Joey Bravo begint te belichten en dat mensen ook anders naar je zullen kijken. Betekent dat er geen fake pranks meer aankomen? 100% man. Niks fakes. Serieus? Bro, man, mag je op je pagina mijn rooster doen? Graag, man. Dan hoop ik dat ze komen, bro. Nee, ik looi, bro. Hey, maar goed over positieve vibes, hè? Alleen maar liefde. Maar even terug naar de persconferentie van de boxinfluencers die we hebben gehad. Daar gebeurde op een gegeven moment het een en ander. En laten we ons eerst even naar een fragment kijken. Bro, dit zijn jouw gamers. Dit vinden jullie wel wat. Ik niet, wat doen we hier? Ik niet. Ik doe een tijdje met jouw maat. Ja, dit is wat de mensen willen, toch, bro? Bro, jij komt naar mij toe met vier man. Jij komt naar mij toe. Nee, dit aan mij zitten niet. Dit aan mij zitten, niemand. Niemand moet aan mij zitten, vriend. Ik kan niet tegen mensen naar mij toe komen met vier man. Ja, dat was een hele opschudding. En persoonlijk, als ik eerlijk ben, ik hou hiervan. Ik ben voor dat persconferenties mogen voor mij wel een beetje soms een tikje uit de klauwen lopen. Want daar zijn persconferenties voor. Maar wat gebeurde er nou precies, Joey? Wat er gebeurde, nou, het kwam eigenlijk uiteindelijk neer op een misverstand. Maar wat in mijn ogen gebeurde was toen ik wegliep van de Sterdam, omdat ik bepaalde dingen niet uit mijn organisatie. Liep ik naar beneden met mijn vriendin. En toen kwam Jordan naar mij toe met drie andere jongens, waarvan één jongen aan het filmen was. En voor mijn ogen kwam hij mij bedreigen. Weet je. En volgens, ik werd gewoon een beetje gek in mijn hoofd, wat helemaal niet goed is. En ik heb er echt spijt van, liep ik terug naar boven om hetzelfde bij hem te doen. Maar dan wou ik het alleen met hem gaan oplossen, weet je. Uiteindelijk zei hij tegen mij van, yo bro, ik bedoelde het niet zo. Het was niet de bedoeling dat ik zo op je afkwam. Maar in mijn ogen kwam hij me echt bedreigen. Want je loopt niet zomaar naar mij toe met een jongen nog die aan het filmen is. En dan kom je naar mij toe en dan wil je een soort beeld neerzetten van Joey Bravo, durf
durft niet te vechten tegen mij. Hij gaat de lift in, hij is bang. Maar dat is allemaal niet zo gegaan. Maar op een gegeven moment liep ik naar boven toe en ik kwam Jordan daar tegen. En ik verloor gewoon helemaal controle. En ik wist eigenlijk niet meer zo goed wat er gebeurde. Het enige wat ik herinner is dat mijn vriendin zei dat hij met de flits in mijn hoofd zat te filmen. Nee, dat was het. Zo was het niet. Zo was het niet. Leg uit wat was Lex. Ik heb inderdaad wel gefilmd. En ik was ook een klein beetje teleurgesteld. Althans, teleurgesteld is nog zacht uitgedrukt. Ik was super boos. Ja, ik had het gevoel dat je Melvin aan het disrespecteren was. En ik was bijna op je gesprongen, bro. Maar nu ik jouw kant van het verhaal heb gehoord. Hoe plat je een munt ook slaat. Is, het heeft altijd twee kanten. En dan begrijp ik je wat beter nu. Ik heb een soort, op dat gebied best wel een trauma. Met mensen die mij iets aan willen doen en het willen filmen. Snap je? Ze willen altijd een beeld creëren. Is dit een onderdeel van de Joey Bravo product, ja, zeg maar? Ja, 100%. Ja, ja. Het is 100% onderdeel. Ja, tuurlijk, in mijn verleden zijn er heel veel dingen gebeurd. Maar het is altijd dat mensen gewoon... Kijk, ze willen niet echt als een man iets oplossen. Ze willen het altijd gaan filmen. En kijk, ik wil niet zeggen dat Jordan hetzelfde intentie had, maar in mijn ogen was het wel hetzelfde. Dat was een van de zoveel die op dat moment... Ik schrok gewoon in één keer. Ja. Hij, Jordan, zou ik tegen me. Je kon meteen over mij heen staan als we met hem wel vechten. Misschien heb ik dat echt gedaan. Excuses daarvoor. Maar dat is zeg maar automatisme van mij. Stel, als jij mij filmt op een disrespectful manier, dan kan je echt gewoon een probleem verwachten. Yeah. Het is niet goed, maar... Dennis, wat vind je van zo'n van het circus wat je nu allemaal hoort? Ja, het hoort erbij. Dat, dat is de andere kant. Ja, dat is een beetje achter de schermen. Dat een beetje ophype is natuurlijk leuk. En de oude Joey Bravo zou die leuk vinden. Ze denken van yes, lekker man. Iedereen post het. Ik pak nu allemaal negativiteit. Maar ik wil niet juist positiviteit pakken en een negatieve laten. Weet je. Ja. Wordt het een partij... Want ik dacht dat jij eerst dan dus niet meer dat zou gaan doen. Nee. En tegen wie ga je nu vechten? Nu is volgens mij is 100%, nou 99% bekend dat ik tegen Eskimo ga. Nou, waarom is Jordan eruit gestapt dan? Ik vind wel dat er een soort positiviteit voor mij eruit zeg maar, moet komen. En als ik tegen Jordan erin zou gaan, zou het echt een geldkwestie zijn. En voor geld wil ik het niet doen. Met Eskimo, ik weet dat hij een Instagrammer is. En ik weet dat hij na zijn zijnde 100 filmpjes zal maken om mij de grond in te duwen. En dat is gewoon wat mensen willen zien. En ja. Jordan is wat dat betreft wat volwassener in het gebied op hypen. Vind je hem ook echt een waardige tegenstander voor jou? Eskimo? Ja. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. En wie zou je nog heel graag nog meer zeg maar, dan in de ring willen hebben? Wie zou je echt nog van een koekje willen verkopen? Een hele lijstje, man. Nesenaji. Sowieso wil ik met Nesenaji nog de ring in. 100% moet dat gaan gebeuren. Want ik weet dat ik en Nesen allebei wel vechtsport respecteren. En allebei echt hard trainen. Dus het zou echt een mooi gevecht worden. Er wordt geen straatgevecht in de ring of zo. Youssoup wil ik ook heel graag de ring in mee. Youssoup had mij ook uitgedaagd. En ik heb hem ook uitgedaagd, maar is nooit wat van gekomen. Brody Bad. Van X on the Beach, die wil ik zo snel mogelijk erin hebben, het liefst volgend maand al. Want hij heeft mij nog, gisteren nog eens uitgedaagd. Dus Brody, ik weet niet welke camera's en al die camera's. Brody, kijk maar gewoon naar de camera, we pakken hem sowieso. Brody Bad, kom op. Ik verwacht jou 15 februari in de ring. Wanneer ik Eskimo verslag, verwacht ik jou in de ring. En dan gaan we een partij tegen jou aangaan. Dus Brody Bad wil ik als eerst volgende. Of Nesenaji, of weet ik wie allemaal. Maar hij heeft er zin in, jongen. Hij is gretig. Bravo is gretig. Nou, misschien is het fijn om, om even alvast een beginnetje te maken. Want we hebben hem klaarstaan voor je. Dus als jij klaar bent voor de face-off, dan krijg je hem nu van ons. Ja? Ja? Het is tijd voor de face-off. Face-off! Yo, stelletje supersterk, ik ben jullie Papi Lex en Don. En welkom bij een gloednieuwe aflevering van de face-off. 15 februari gaan deze twee influencers tegen elkaar vechten. Joey Bravo, wat ga jij met Eskimo doen? Eskimo, ik zeg eerlijk man, ik hoop dat deze man na 3 rondes volhoudt man. Ik denk het zelf niet, ik zo naar hem kijk. Ik weet niet of hij nogal bezig is met boksen of sporten, maar ik hoop dat je het serieus neemt man bro. Kijk, weet je wat het is? Kijk, ik ben een Turkse jongen, begrijp je? Mm-hmm. Als de vlag omhoog gaat, ga ik niet meer omlaag. Begrijp je? Wat zouden je laatste woorden zijn voor Joey Bravo voordat je hem knock the fuck out slaat? Ik heb gewoon één doel, en dat is gewoon winnen. Mm-hmm. Er is wel een verschil man, hij heeft een doel dat is winnen en ik heb een doel dat is KO slaan. Winnen vind ik niet genoeg. Dus ik hoop dat je op dit moment hard aan het werken bent en niet shawarma's aan het chappen bent en McDonald's en al dat soort dingetjes, je weet toch? Want... Mensen, dit was de face-off en we zullen het zien 15 februari. Mogen de beste winnen en jongens, veel succes met verder. Stel je kaartjes op www.ticketmaster.nl. Show love. Peace. Uit de face-off, hier in de studio aan tafel, Eskimo. Hey man. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Het was een redelijk rustige face-off. Ja, ongeveer wel, ja. Je bent niet een man van drama? Nee, want het gevecht begint pas wanneer de piep gaat. Wanneer de piep gaat. Wanneer de bel... Ja, dat gaat wel. En tot die tijd hou je je gewoon rustig? Nee, zeker niet, man. Dat is undercover. Undercover? Ja. Het is, jij wil zo min mogelijk naar de buitenwereld loslaten?
Nee, dat niet. Ik ga gewoon wel blijven trainen en dingen gewoon posten van mijn trainingen. En ik ga hem sowieso de diepte in roosten. Hoe vond je de roost net gaan, Lexus? Ik vond ze best wel aardig voor elkaar. Het leek of ze maatjes waren achter de schermen, weet je. Maar we zullen zien in de ring of ze hetzelfde zullen doen. Ik zie Dennis ja knikken. Vond je het ook een beetje matjes? Ja, het was een liefjes-liefjes. Liefjes-liefjes? Ja, ja. Ze hebben een relatie. Liefjes-liefjes. Een beetje respect voor elkaar hadden. Te veel respect. Ja. Beetje lovey-dovey. Ja. Kijk, we gaan zo te vechten, weet je. Ik ga niet om te verliezen. Laten we nog even kijken naar dat ene moment dat jij tijdens de persconferentie dacht van... ik ga mezelf als kandidaat stellen. Jij dacht bij jezelf, ik ga van de ringen. Ja, kijk, Joey Bravo is pussy. Dus je hebt het overgenomen van Jordan? Ja, eigenlijk wel. Toen zag ik wel een andere pit dan nu. Of althans bij de face-off. Toen zag je er echt heel agressief en vurig uit. Je had er echt zin in. Waarschijnlijk wou je hem toen al ter plekke op zijn bek slaan. Ja, kijk, toen was ik, hoe moet ik dat zeggen? Ja, kijk, toen wou ik het wel echt doen. Ik zeg eerlijk, dat wel. Maar het is ook van, kijk, mijn agressie gaat komen in de ring. Weet je, kijk, mijn trainer is ook, maar je moet gewoon kalm blijven. Mm. Je moet niks verkeerds laten zien aan de mensen. Mm. En wanneer de bal gaat, dan moeten mensen met open mond naar je kijken, weet je. Ja, ik moet je wel eerlijk toegeven, ik heb ook eventjes met jou lopen sparren. En je bent wel een krachtpatsertje, je bent wel een rotweilertje. Je kan het wel. We gaan het zien, man, in de ring. Goed, we gaan het zien, inderdaad. Hé, laten we even voor de mensen thuis even laten zien, wie is Eskimo eigenlijk? Maar ik ben en ik wil wat ik wil, want je weet wie ik ben en je weet wat ik wil. Zonder jou niet drukken met jouw sluister, kom dichter bij mij, want je weet wat ik wil, ey. Ik weet niet wat het is, ik weet niet wat het was. Ik ben het zat, want ik ben niet meer op onze pad. Ik ben niet meer op onze pad, ik ben niet positief. Ik ben niet positief, maar je brengt alles negatief. Tot zover de highlights van Wie is Eskimo. Leg me eerst even uit, je bent van Turkse afkomst? Ja. Waarom noem je jezelf Eskimo? Ik weet niet, kijk, het is zeg maar zo. Vroeger keek ik zeg maar veel naar rap, mensen, artiesten zeg maar, weet je. Dingen van nu, weet je, Lijpen, Esno. Maar dat allemaal zijn rare namen, weet je. En ik ging ijs eten, zo'n Eskimo-ijsje in Turkije heb je dat. Ik had het gewoon veranderd naar Z. En ik had altijd zo'n bont kraagje als je vroeger, heel ja. Witte. En ja, daarna noemde iedereen mij Eskimo. En toevallig was die dag ook een spreekbeurt over Iglo of zo, Noordpool, ik weet niet wat. En ja, ik was toen niet zo aardig, weet je. Ik had straf gekregen, ik moest 100 keer achter elkaar ding schrijven. Wat had je gedaan dan? Wat had je gedaan dan? Wat had ik gedaan, kijk. Fluister in mijn oor. Zeg nou gewoon. Nee, kijk, gewoon zeggen. Mensen horen zien dat niet. Nee, kijk, ik was een beetje klein, weet je. Ik had eruit geknipt, bro, kom op. Wat had je gedaan? Kijk, ik had gum gesneden. Gum gesneden? En een thee gedaan van een juffrouw. Oké. Okay. Doet je naam eer, jongen. En daar doe je, ja. Maar dus zo is Eskimo geboren. Ja. Hey, want je hebt video's gemaakt en daar doe je ook vooral veel met het verschil met culturen, met Turkse en Nederlandse achtergrond? Ja, kijk, ik heb veel Turkse volgers. En kijk, wij Turken zijn iets anders dan de andere mensen. Kijk, ze vinden het zeg maar leuk als je het cultuur naar voren brengt, weet je? Ik heb het gevoel dat jij al eerder, hoe zou ik het zeggen, dat je al eerder gebokst hebt. Want de manier hoe je sloeg en hoe je techniek was, je dekking, heb je in het verleden al gebokst? Nee, kijk, ik heb eerlijk, heb geen wedstrijden gedaan, dat niet. Oké, maar je hebt wel getraind dus. Ik heb wel getraind, okay, dat wel. Hoe denk je dat de partij zal verlopen? Gewoon eerlijk, vanuit jouw perspectief. Ik echt eerlijk zeg, gewoon broer. Echt eerlijk gewoon. Ik denk echt dat hij KO gaat, man. KO of KO, hoe kun je dat noemen? Ja, je gaat voor de KO voor Joey Bravo? Ja, man. In de eerste ronde al? Nee, dat denk ik niet, als ik eerlijk moet zijn. Ik denk tweede ronde. Want Joey is ook zo scherp als een dolk. Maar kijk, het is, kijk, ik moet kunnen incasseren. Kijk, sparen is heel wat anders, weet je. Kijk, ik kan ook nu slaan tegen een boksbal. Heel hard. Mm. Combo's gooien. Maar ik ga niet vechten tegen een gepop, weet je. Je gaat ook kunnen incasseren. Maar hoe is je conditie nu? Conditie? Mijn conditie Want is goed. Toen we gingen sparen, we waren beide moe. Wordt er getwijfeld aan zijn shape? Is dat wat je nee, een beetje... Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar mensen onderschatten het boksen. Het is niet alleen slaan en techniek hebben, maar je conditie speelt ook een hele grote rol. Dennis, heb jij een tip voor Eskimo? Veel hardlopen, jongen. Voor je conditie.
Dat is het beste. Je hebt een klein beetje lengteverschil. Gaat dat ook nog... Maak je helemaal niet uit. Nee? Nee. Komt gewoon met hakken in de ring. Want ik heb gespart met Lexus. En, oh ja, klopt. Sloeg hem daar een knock-out. Ja? Ging je bij de... Nee, dat nooit. Maar nee, het is niet naar jou toe, bro. Maar nee, tuurlijk. Het gaat niet gebeuren, bro. We zijn nog steeds benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ja, we blijven hopen, weet je. Anders moet Badr... Ja, Badr is geschorst. 4 jaar. Wegens doping gebruikt. Dus nou wordt het maar tegen mijn personal trainer, hè. Iemand en is iemand maar toch, tegen... Ja, iemand moet toch erin. Zijn er nog laatste woorden wat je wilt zeggen tegen Joey Bravo? Zijn de enige woorden tot aan het gevecht wat je mag zeggen tegen hem? Kijk maar recht in de camera, hij staat vlak voor kijk, je. Ik ga dit zeggen precies. Joey, ik ga je veilig pakken in ring. Kijk, ik zeg je eerlijk, als je wint, ga ik je trakteren. Als ik win, moet je mij trakteren. Want ik zit te trainen, weet je. Ik moet wel een nekje eten dan. Sterk. En ik zeg eerlijk, kijk, veel mensen komen de ring in. Je weet toch, heel stoer en zo, dit, dat, weet je. Ik kom gewoon met broodje dunner de ring in. Met broodje dunner kom ja, je ja, broodje dunner okay. Met mijn crew, broer. Eentje dunner rolletje, eentje sujuk. Sterk. Maar ja, ik zeg je eerlijk, ik denk dat Joey Bravo het gevecht daarna eigenlijk wel wat serieuzer neemt dan. Want als jij met broodje dunner de ring in komt, bro, dan neem je het eigenlijk niet zo serieus. Kijk, weet je wat het is? Ik ben zelfverzekerd. Oké. Okay. Ik heb al een plan in mijn hoofd die ik ga doen. Kan je het met ons delen, een klein stukje ervan? Een KO. Oké, prachtig. Een KO. Dat is een land die ik... We gaan het meemaken. Op 15 februari, Topsportcentrum Almere. Dan ga jij tegen Joey Bravo het opnemen. Ontzettend bedankt voor je komst, Eskimo. Okay. Veel succes met de voorbereiding. Okay. Ik wil natuurlijk ook nog even mijn tafelheren bedanken. Dennis Ipema en natuurlijk ook Lexus. Jullie bedankt, man. Dankjewel voor de bijdrage. Dit was weer een zeer, zeer gezellige aflevering van The Punch. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Hoi. Peace.